Een hele goede morgen. Hallo! Oh, ik ben zo verschrikkelijk ziek. Ik heb vandaag mijn genderparty. Ik ben al ziek vanaf donderdag. Oh, ik word maar niet beter en ik hoest zo erg. Ik hoest bloed. Het is echt bizar. Oh, ik hoest zo erg dat ik moet overgeven. Ik was al vanaf 5:30 wakker. Oh. Ik ben echt helemaal uitgeput van het hoesten. Maar goed, de jongens even strepsels halen. Mijn keel. Ik heb zo pijn in mijn strot. En dan komt het alweer goed. Komt uiteindelijk goed vandaag. Ik heb er wel zin in. Maar ik had liever gewoon... gewoon fit geweest. Nou, daar heb je die. Ja, maar Sophie. Ik laat je wel weten. Ja, man. Ja, man. Ja, ik zie er echt al niet uit. Ik voel me ook echt niet goed. Ik voel me echt heel slecht, maar ik moet nu gaan rijden, want iedereen komt eraan met alles. Springkussens, alles moet klaarstaan. Dus ik ga nu rijden. Mijn schoonmoeder die neemt ook wel heel veel over. Maar ik ga nu rijden. Nou, hier komt springkussen. En dit is bij ABC Springkussenhuur. En dit is de oppervlak waar alles komt. Ik heb ook nog een superleuke code voor jullie. Voor een korting. Ja, ik denk dat het zo is. Deze pruik wordt ook gedaan in mijn gezicht, want ik kan het niet zelf. Ik kan er helemaal niks meer mee. Kijk eens, even kijken hoe je eruit ziet. Kom eens. Kom maar. Even een rondje draaien. Wat zie jij er mooi uit, vriend. Wat ben jij knap. Kleine monster van mama. Wel uitkijken dat je niet... Wel uitkijken dat je niet vies wordt, hè. Oh ja. Echt, hoe doe je dit? Ik wil gewoon dit elke dag hebben. Gewoon heel veel geld hebben. Zodat ik elke dag dit heb. Zo. Nou, mijn haar is helemaal gedaan. Helemaal blij mee. Mooi opgestoken. Mijn make-up is ook mooi. En ze zijn bezig met het opbouwen. De zanger komt hier en die gaat nu even spullen opbouwen. En
hoe heet dat? Er mag niet gefilmd worden. Dat gaat Des doen. En voor de rest, drinken staat daar zo. Waar? Daar. En als je moet plassen, dan moet je hier naar binnen en dan de eerste links rechtdoor. Ja? En voor de rest, een klein beetje gedragen en doe net als je thuis bent. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. And call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Keep
I'll go in life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right. Hello, iedereen. Wij zijn echt heel erg aan het bijkomen van de gender review. We hebben echt, echt een superleuk feestje gehad. Het was echt gezellig, het was echt super druk. Het was op een gegeven moment echt een mierenhoop. Maar wel gezellig. Toch? Hoeveel man was er ongeveer? Ik denk over de 100. En, het is heel veel drank doorheen gegaan. En op een gegeven moment ben ik gestopt met filmen. Ik was natuurlijk helemaal niet lekker. En het was best wel hectisch allemaal en heel druk. Ik heb sowieso niet echt superveel gefilmd. Omdat wij echt aan het genieten waren van het moment. Dus ik was eigenlijk bezig met het feest en niet met de camera. Ja, en Dion kon bijna niet meer op zijn benen staan. Die had het ook heel erg naar zijn zin. Ik kan goed drinken. Ja, dat hebben we gezien. En die zat op een gegeven moment met mijn kat Lily te praten. Die zei tegen Lily, ja, maakt niet uit hoeveel mensen je uitnodigt. Toen dacht ik, oké, gaat het? En ik was in slaap gevallen met een biertje, man, toch? Ja, en als jullie naar de ene laatste vlog kijken, dan zien jullie wel hoe goede drinken Dion is. En hoe die dan is. ja, en we waren thuisgekomen. En toen waren we al een beetje begonnen met een aantal pakjes uitpakken. En ja, Dion pakte een Nike pakje uit. En jij moest eigenlijk echt heel erg huilen. Echt met tranen, gewoon echt. Je stopte ook niet. Dus toen besefte je het volgens mij pas. Klopt. Dus Dion die werd er echt heel erg emotioneel van. En op het feest moest hij ook echt heel erg huilen. Ik ook, maar ik hield het ook wel binnen. En ja, onze ouders die waren ook echt aan het huilen. Allemaal. Dus het was veel tranen. En Dion had het gewoon niet verwacht. Nee, sowieso een jongen niet. Wat dacht je toen je dat blauw zag? Want ik had roze verwacht. En ik had een paar biertjes op. En toen keek ik zo naar boven en ik hoorde die zanger Mijn Jongen zingen. En toen, ja, ik wist het even niet. Ik had niet verwacht in ieder geval, maar ik was er wel heel blij mee. Ik wist het al, jullie weten het. Ik wist al dat het de jongen was. Ik was er echt van overtuigd. Ik wist het natuurlijk niet 100% zeker. Maar ik had gewoon al dat gevoel, het moment dat ik zwanger was, had ik het gevoel dat ik een jongen kreeg. Ook al heb ik een hele andere zwangerschap, echt tegenovergestelde. Dat is echt... Maar zeg eens kletskoek. Over die vrouwen-app waar je in zit, dat je die nip had gestuurd. En dat andere, hoe zeg je dat? Ja, je hebt zeg maar een nuptheorie en de nuptheorie is gewoon plat. Bij al mijn echo's, en dat is meestal een meisje. Maar ja, het is voor 75%. Dus, en Eli ging echt helemaal boos naast me staan. En die zei, ik wil geen zusje. En ik zei tegen Eli, je gaat nou normaal doen. Anders stuur ik alle kindjes naar huis. En dan gaat de springkussen ook weg. En zij zegt, ik wil geen zusje. En hij wou helemaal niet blij doen. En op een gegeven moment komt dat blauw eruit. En hij gaat knipperen met zijn ogen zo. En hij kijkt en je ziet Eli op het filmpje zo doen. Hij was even blij. Hè. Toen waren we thuis. En mijn ouders hadden Eli meegenomen. En de volgende dag kwam Eli terug naar huis. En hij was even blij. Hij zegt, ik krijg een bloedje. Ik krijg een bloedje. Mijn bloedje mag in mijn kamer papen. Dus ja, Eli wou echt geen zusje. En tuurlijk mag je dat niet zeggen. Maar ja, het is een kind. En kinderen zijn eerlijk. En hij had er niet zoveel trekking in om een zusje te krijgen. En ik ben toch wel echt een jongensmoeder. En ik vond een meisje ook wel heel erg spannend. Dus ja, ik heb het al een keer gehad. Dus ik weet precies wat me te wachten staat. Maar we zijn blij. Ja, we zijn echt blij. En we hebben echt superveel cadeaus gekregen. Echt niet normaal veel. En we willen ook even iedereen bedanken die zo erg zijn best voor ons heeft gedaan. En, dank voor alle cadeaus. Ja, en iedereen die bij ons is geweest. Aanwezigheid. Was gezellig. Jullie hebben goed je best gedaan. Ja, en wat ik al zei. We waren gestopt met filmen. Want het was echt zo zwaar. Het zou eigenlijk van 2 tot 4 zijn. En het is tot 7:30 doorgegaan. En ik was helemaal kapot. Ik was al om 6:30 wakker. Ik zat er net lekker in. Ja, en ik was echt
ik was helemaal vernietigd. Ik zag mijn vader een beetje met zijn vingers bibberen. En mijn moeder was ook. Mijn moeder wist natuurlijk al dat de jongen was, want ja, die is toverheks. En, ja, man, dat was en, ik wist zeker dat je moeder het fout had. Totdat ik die kleur zag, dacht ik, ja, ze hebben toch weer gelijk. Het is me eigenlijk allemaal een beetje langs me gegaan. Ik weet ook heel veel dingen niet meer. Ik kan heel veel dingen niet meer vorm halen. Mensen wou ook allemaal met me op de foto, dat wou ik ook allemaal niet. Ik dacht echt bij mezelf van, ik voel me slecht, maar ik wil ook genieten. En ik ben zenuwachtig, want ik weet het nog niet. En tuurlijk, diep van binnen wist ik wel dat het een jongen was, maar ik wou gewoon die zekerheid. We hebben een maand moeten wachten. Zijn ouders wisten het al een maand. En ja, van zijn ouders is de eerste stamhouder. Dus dat is ook, zijn oma was hartstikke blij. En de taart was heel erg lekker. Het was super mooi weer. Het was echt 24, 25 graden. Het was bloedheet. Iedereen was aan het zweten. Het was echt, echt prachtig. Die kinderen waren allemaal verrot van het springen op de springkussen. Die ouders hadden er geen omkijken naar. En, de zanger was top. Bedankt ook nogmaals. We hadden allemaal eten van kippie hadden we besteld. Dus dat ging ook allemaal rond. En ja, het was echt heel erg leuk. Absoluut. En ik ga kijken of ik de muziek op de achtergrond kan houden van de zanger. Ik weet het niet, want je hebt auteursrechten op YouTube, dus dat weet ik allemaal niet. En dan zie je het op Instagram, denk ik, toch? Ja, maar wij zijn thuis gekomen en wij hebben alle cadeaus gewoon op tafel gezet en op de salontafel en op de grond, want het past nergens. Het was echt heel heftig, maar wel heel erg mooi en we gaan deze dag echt niet meer vergeten. En we zijn heel erg blij met de mensen die we om ons heen hebben en de mensen die er voor ons zijn. En we hebben er echt van genoten. En we gaan jullie nu de cadeautjes laten zien. Ik ga deze vlog afsluiten. Zet een leuke reactie eronder. Ik ben benieuwd naar jullie mening en naar jullie reactie over deze video. Daar ben ik echt benieuwd naar. De reacties? Ja. En voor de mensen die lelijke reactie zetten. En ja, wij gaan lekker nagenieten. En eten, want ik heb honger. Ja. Dus laat allemaal even weten wat jullie van onze video vonden. Alle duimpjes omhoog. Reactie en vragen onder onze video. En bedankt iedereen voor het wachten. Voor jullie geduld. Doei. Ciao.